Ik ben er helemaal stil van. Dank je, dank je. Maar even een slokje nemen. U mag een slokje nemen. Mm. Dit is me een nummer, hè? Ja, schitterend stuk. Dit zing je niet zomaar even weg. Dat zing je niet zomaar even weg, nee. A Song for You, ja. Het oorspronkelijk van Leon Russell. Ja, precies. Ook prachtig vertolkt door Donny Hathaway. Ja, schitterend. En Ray Charles en zo. Ja. En ik was daar zelf nooit opgekomen, maar ik was in Duitsland. En toen vertelde ik tegen de muzikanten waar ik mee werkte dat ik een nieuwe cd ging maken. Zo, de laatste cd? Dat is de laatste cd. En toen zeiden ze, heb je al het repertoire al samengesteld? Ik zei, nou, ik ben wel een eind op weg, maar ik heb nog niet alles. En toen zeiden ze tegen mij, nou, dan moet je eens gaan luisteren naar A Song For You van Ray Charles. En dat heb ik toen gedaan en ik was meteen verkocht. Ja, want het hele album heet nu zo. Ja. Het met u? De teksten. Ja. Ik vind de tekst zo schitterend, maar eigenlijk ook de melodie, alles. Out my life in stages. Ja. 10,000 people watching. Ja, het sprak me heel erg aan, de tekst. Geldt dat ook voor u? 10,000 people. Misschien, ik hoop dat er een beetje meer mensen gekeken hebben. naar uw levenswerk. Ja, u staat al 60 jaar. Ja, 60 jaar. Op de bühne. Ja. Dat kunnen ook niet veel mensen zeggen. Nee, dat is waar. En ik vind het ook fantastisch dat ik dit allemaal nog kan doen. Dat ik gezond ben. Anders dan gaat het natuurlijk niet. Mm-hmm. En dat mijn stem nog oké is. En dat ik dit kan doen. Want het is gewoon mijn lust en mijn leven. Ik was 9 jaar toen ik wist dat ik zangeres wilde worden. Echt zo vroeg? Ja. Schets eens een beeld van Gretje Kouwveld, 9 jaar. Waar was u toen en wat deed u en hoe ontdekt u van daar zit wat? Ja. Nou, in eerste instantie, ik kom niet uit een muzikale familie. Dus ik weet ook eigenlijk niet waar het vandaan komt. Maar ik woonde in die tijd in Middelburg. En toen in die tijd had je een programma op de radio. En dat heette USA Cabaret, geloof ik. Piet Velleman, het was de allereerste discjockey in die tijd. En die draaide allemaal de liedjes die populair waren in die tijd, maar ook dus Sinatra, Doris Day, Nat King Cole. En daar zat ik gewoon hele dagen naar te luisteren. Als klein meisje? Als klein meisje. Ik vond het fantastisch. Maar ik weet niet waar dat vandaan komt, waar die interesse vandaan komt. Dat weet ik niet. Dat was er gewoon. En toen, en ik zong al die liedjes in die tijd fonetisch mee. Want ik sprak natuurlijk geen Engels. Nee. Dus ik deed dat gewoon op gehoor. Ja. En toen, een paar jaar later, toen zat ik dus op de Mulo. En toen hadden we daar een bandje, de Raindrops. En daar speelden we op feesten van scholen en zo, gymnasium, HBS en zo. En ook die hits uit die tijd. En ja, zo is dat gaan rollen eigenlijk. Rollen, ja. En toen was ik 13 en toen had ik eigenlijk mijn eerste uitzending voor de radio in een programma van de AVRO, de Oprechte Amateur. 13? Ja. Ik wil u van alles gaan vragen nog. Okay, ja. Maar zullen we even gaan kijken? Ja, laten we gaan kijken. Naar Gretje Kouwveld. Ja, oké. Okay. In het begin dacht ik misschien, is het maar tijdelijk. Afscheidelijk, maar nu is onvermijdelijk mijn droom. Zo netjes, hè? Ja, zo ging dat vroeger. Ja. Wat een dag, echt een dag waarop alles gaat. Waarop alles wat eerst een droom heeft geleken in werkelijkheid bestaat. Wat een dag, echt een dag waarop alles lukt. Licht is nu tijd. Duitsland? Ja. Van al die grussen wist u wel niet. Leider nu een slechte kopie. Why doesn't it be? Wat is dat? Met het Metropoolorkest. Heeft u dit lang niet gezien? Nee. Oh, dat is... Nee, dat is... Nee.
Ja, het Metropoolorkest. Ja, dat heb ik heel lang niet gezien. Inderdaad, leuk. En ook nog een slagercarrière ernaast. Ook nog een slagercarrière. In Duitsland, hè? Met name in Duitsland. Ongelooflijk. Ja. Wat maakt het, denkt u, dat veel zangers, zangeressen, veel in de jazz ook, dat op hoge leeftijd maar cd's blijven maken, blijven performen? Wat zou dat zijn? Ik denk de liefde voor de muziek. Ja, hè? Ja, dat denk ik wel. Het is een bepaalde drive. Het is een bepaalde drive. Kijk, je wordt er niet rijk van, dus daar zit het hem niet in. Het zit hem echt in die liefde. Ja. Dat je gewoon het heerlijk vindt om met elkaar muziek te maken. Ja. Maar het gaat verder dan zingen, hè? Want u wilt ook echt nog optreden. Dus dat vind ik zo mooi. Dat mensen willen ook nog echt op de bühne staan. Ja, het contact met het publiek is natuurlijk geweldig. Als je merkt dat er een bepaalde sfeer in zo'n zaal komt door datgene wat jij zingt. En dat haast voelbaar is, als het ware. Ja, dat geeft je gewoon vleugels. Ja. En dat is met niets te vergelijken eigenlijk, ja. Vind ik. Hoe houdt u uw stem goed? Ik oefen elke dag. Ja? Elke dag doe ik zangoefeningen Hoe aan de lang? Piano. Nou, ik doe dan een kwartiertje echte zangoefeningen. En dan ga ik nog een kwartier, 20 minuten met mijn eigen cd's meezingen. Oh. Ja. Maar waarom? Dat vind ik wel interessant. Want er zijn heel veel mensen die zeggen van, oh, ik kan niet naar mezelf luisteren als iets eenmaal is opgenomen. Nee, maar dan luister ik niet naar mezelf, maar dan zing ik gewoon mee. Maar dan heb je, kijk, als je zangoefeningen doet aan de piano en zo, dat is dan echt die techniek en zo. En dan, mm-hmm. om dat allemaal soepel te krijgen. Maar als je met zo'n orkest meezingt, is het toch weer anders. Dan zing je toch weer anders dan dat je aan zo'n piano zingt. Dus dan houd je dat nog meer soepel als je daar meezingt met zo'n... Maar dan luister ik dus niet, maar dan zing ik mee. Ja, ik snap het. Waar ik benieuwd naar ben, u heeft zingen in de praktijk geleerd. Wat betekende dat in uw tijd? In het begin was het gewoon... Dacht je daar niet bij na, hè? Ja, dat ging automatisch eigenlijk, dat je dus die teksten dan fonetisch meezong en zo. Naar de hand, want je deed het niet bewust. Mm-hmm. Je ging niet bewust zitten luisteren van, hoe moet ik zingen? Je deed het gewoon. En dat heb ik eigenlijk al die tijd zo gedaan. Kreeg u les op een gegeven moment? Ik heb zangles gehad. Op een gegeven moment heb ik wel zangles gehad. Toen was ik 19 of toen was ik al zangeres. Mm-hmm. Maar ik heb heel veel geleerd ook door naar muzikanten te luisteren. Zoals wie? Nou, alle muzikanten. Met zo'n big band werk je dan. En dan wat voor opmerkingen zij maken en zo. En daar heb ik veel naar geluisterd, van geleerd. Mm-hmm. En ik heb ook... Eigenlijk ben ik dat gaan leren toen ik les ging geven. Toen ze mij vroeg om les te geven, dacht ik, ja, wat moet ik nou vertellen? Waar gaf u les? Op het conservatorium in Hilversum. En ik denk, ik zou niet weten wat ik ze moest vertellen. Dus dat was best lastig. Want ik had zelf nooit les gehad. Dus ik had geen voorbeeld. En toen ben ik gaan nadenken van hoe ik dan ging zingen zelf. Hoe ik dat zelf gedaan had. Je moet het verhaal vertellen. Als je dus een liedje zingt, moet je het verhaal vertellen. Dus toen ben ik zelf na gaan denken over wat ik deed. Ja. En toen ik dat gedaan had, toen kon ik ook vertellen wat zij moesten doen. Ja. Dus dat je ook, begrijp je? Ja. En wat, stel je voor, ik zou een gastles bij u krijgen. Ja. Wat is dan bijvoorbeeld een van de waardevolle dingen die u zelf heeft geleerd, waarvan u zegt van, dat zou ik jou dan mee willen geven? Wat heel belangrijk is ook het tempo. Je kunt een liedje in een bepaald tempo zingen, te vlug of te langzaam, en dan werkt het niet. Dus het tempo is verschrikkelijk belangrijk. En de pauzes houden in een liedje is ook heel belangrijk. Dat je gewoon de spanning daardoor groter kan maken. Ja. Door de juiste timing. Welke zangeres is voor u onmisbaar geweest in de sound die u zelf heeft ontwikkeld? Bijvoorbeeld voor mij is dat een Minnie Riperton. Okay. Maar ook Diana Ross, daar was ik ontzettend dol op. Ja. En dat zijn mensen die mij altijd zijn bijgebleven. Ook naarmate ik dan verder groeide. Is er een bepaalde zangeres geweest die voor u... Ja.
Dat is, was in het begin Doris Day. Toen ik zo'n jong meisje was van 9. En zij zong op zo'n manier dat je het gevoel had dat ze echt speciaal voor jou zong. Ja. Hè? Echt dat ze in jouw oor zong, als het ware. Daar heb ik veel van geleerd. Sprong er een liedje uit voor u? Nou, het was met name de Doris Day van het begin. Niet de Doris Day van Kusara Sera. Maar de Doris Day van de film bijvoorbeeld My Dream Is Yours. Dat is een prachtig liedje. Of I'll See You In My Dreams. Ja, die kent niemand meer. Maar dat zijn de mooie, intieme liedjes. En dat zong ze prachtig. Mm. En toen, na de hand, heb ik veel geleerd van Nancy Wilson. Oh, wauw, ja. En van haar heb ik geleerd om lange tonen zonder vibrato aan te houden. En dan aan het slot te vibreren. Ja. Dus dat je daardoor ook weer spanning opwekt. Ik ben nog heel erg benieuwd, want we hebben hier wat oude platen. En ik zie ook een oude foto. Ik wil naar één van die foto's gaan. Met wie staat u hier op de foto? Ja, dit is Ray Brown, bassist. En Herb Ellis, de gitarist. Het is een beetje onduidelijk hier zo. En toen was ik in Amerika. Hij speelde bij Oscar Peterson, hè? Ja, allebei. Eigenlijk, allebei. En waar trof u ze? Ik zat in een televisieuitzending van deze meneer. Ja. Joey Bishop, in Los Angeles was dat. En daar zat een big band. En daar spelen zij in. Ah. En toen heb ik dus met die big band gezongen. En ik heb nog één stuk alleen met Herb Ellis. Alleen met gitaar en zang gedaan. Wow. En dat was een hele grote show. Je had aan één kant, dit was in Los Angeles. En in New York had je Johnny Carson, die toen haar heel beroemd was. Dus het was echt een hele super grote show. Dus heel bijzonder om daarin te mogen staan. Kan ik me voorstellen. Ja. Heeft u nog een droom of een wens qua muziek? Dat u zegt van, nou, ik heb van alles meegemaakt. I've acted out my life in stages. Ja. Maar dat zou ik nog wel willen. Nou, dat vind ik. Ik hoop, het enige wat ik hoop, is dat mijn stem nog een tijd goed blijft. Mm. Dat ik gewoon kan blijven zingen. Maar dan maakt het niet uit. Dan heb ik niet speciale wensen. Dat is een uitspraak van u altijd geweest, hè? Ik wil gewoon blijven zingen. Ja, dat klopt. En daarmee bedoelt u niks anders dan zingen? Ja, niks anders dan... Ja. En natuurlijk met zulke fantastische muzici als zij zijn. Wat gaat u voor ons spelen? Appalachian River. Appalachian River. Ja. Nou, we hopen u nog jaren mee te mogen maken. Dat die stem goed blijft. Op het podium. Op hakken. Ja, dat doe ik mijn hele leven al. Respect. En ik word zo steeds kleiner. Dus hoge hakken helpen daarbij. Ja. We gaan naar u luisteren. Dank u wel voor uw komst. Oké.